Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond interviewen Blom en Stekel, Nederlandse ondernemers, Nederlandse vernieuwers die ofwel ondernemer zijn of al zelf ondernemend zijn in een bedrijf. Allebei vinden we prachtig. Dat doen we al een hele lange tijd, de afgelopen kleine 2 maanden denk ik, deden we dat via videocalls. Nu zitten we keurig op de juiste afstand van elkaar in precies 1,5 meter, je ziet het, van elkaar in de loods in Durgerdam. Amsterdam-Noord, waar Roeland woont. Wij vinden het samen om weer van fijn te zijn, maar bij elkaar te zijn. Maar we vinden het ook mooi dat het ons weer wat flexibiliteit geeft in mensen vanuit bijvoorbeeld Enschede de uitzending intrekken. Joost Diepemaat, je bent van Moneybird. Voor de mensen die het niet weten, ik denk dat de meeste van onze kijkers het wel weten. Maar de simpelste vraag is toch altijd gewoon aan de ondernemer vragen. Wat doe je nou eigenlijk? Ja, we bouwen boekhoudsoftware om ondernemer plezierige dag te brengen. Zo simpel als het is. Nou, dat is ingewikkeld, hè? Om met boekhouden ja. Mensen een plezierige dag te brengen. Ja, dat is ook de uitdaging natuurlijk. Hè? Iets bezinnen. Het stoffige van de boekhouding, het eraf stoffen. Zorgen dat het iets wordt waar je met positieve energie die taak voor brengt. Factuurtjes maken, bonnetjes in boeken. Dat je dat juist accuraat doet, snel doet. En ik van, het werkt gewoon lekker. En dat is eigenlijk waar we 11 jaar geleden begonnen zijn. En wat eigenlijk nu nog steeds doen. Ik kijk eventjes in mijn mail terug. En ik blijk al 10 jaar klant van jullie te zijn. Tevreden klant. Dus mooie dienst. Want jullie zijn eigenlijk heel klein begonnen. Hè? Met simpel makkelijk maken voor mensen om rekeningen de deur uit te doen. En jullie zijn dat wel gaandeweg gaan uitbreiden. Dus wat doen jullie nu meer dan, zoals ik jullie in het begin heb leren kennen, de partij die het voor mij makkelijk maakt om eventjes, als ik gewerkt heb, een rekening de deur uit te doen? Ja, we zijn inderdaad begonnen met de hele basis. Van wat is nu het eerste wat je doet als ondernemer? Dat is een factuur maken. En vervolgens ontvang je facturen, die wil je ook inboeken, wil je een btw-aangifte gaan doen. Maar eigenlijk rondom die administratie zijn veel meer taken. Wat we gaandeweg zijn gaan toevoegen zijn periodieke facturen. Bijvoorbeeld je bent een yoga-leraar en je wilt al je cursisten in iedere maand automatisch een factuur sturen. Wil je dan iedere maand allemaal factuurtjes maken of wil je dat automatisch laten maken? We zijn een scan- en herken-oplossing gaan bouwen. We hebben boekhoudkoppelingen met banken, zodat banktransacties automatisch aan facturen en inkoopfacturen worden gekoppeld. Zo kun je doorgaan tot eigenlijk heel veel kleine features, producten kunnen toevoegen. Onlangs ook een time tracking. Eigenlijk kleine optimalisaties die dag van die ondernemer een stukje beter maken. Hey, jullie zijn, dus je zei van we willen boekhouden zeg maar leuk maken en met een glimlach op je gezicht een rekening versturen. Maar jullie hebben dus dat de ene kant van de medaille. Boekhouden is voor mensen iets waar het woord saai dichtbij in de buurt zit. Maar jullie zijn als bedrijf, zijn jullie eigenlijk ook op andere terreinen zou ik misschien moeten zeggen. Maar jullie zijn eigenlijk een heel atypisch bedrijf. Hè? Jullie zijn, als ik aan boekhoudkundig bedrijf denk, dan zijn jullie een heel ander bedrijf. Op welke manier zijn jullie een ander bedrijf? Ja, ik denk dat het gewoon in ons zit. We zijn gewoon mensen die denken van we gaan er met positieve energie in. En we communiceren. We hebben woord u eigenlijk verbannen uit onze organisatie. Het is je, het is persoonlijk. We helpen je erbij. En bij die industrie waar je toch naar boekhouding kijkt, en denk ik al snel een afstand aan heel corporate doen. Maar daarvoor zijn we niet begonnen. We zijn begonnen om mensen zoals wij, de ZZP'ers en een kleine MKB-bedrijf, gewoon te helpen. En dat is denk ik dat het verschil wat we maakten. We hebben nooit accountmanagers of zo over gehad. We wilden gewoon, jij wilt een factuurtje sturen, daar hebben wij een handenprogramma voor. That's it. Niet meer. En, ja, nu zijn er 1001, ik overdrijf een beetje, maar best veel online boekhoudpakketten inmiddels op de markt, die zich helemaal richten op de ZZP'er, wat jij ook omschrijft, en het MKB. Waarin onderscheiden jullie je van al die anderen? Ik zit zelf bij e-boekhouden, ik weet eigenlijk niet waarom, zou wat ook bij jullie kunnen zitten, maar wat is het verschil? Ja, er zijn inderdaad heel veel partijen, en ik denk ook niet dat het per se slecht is dat er
meerdere partijen zijn. Net zoals de meerdere merken zijn voor auto's. Moneybird is het smaakje met de visie zoals wij het hebben op boekhouden. En wij proberen ons echt te onderscheiden in een gemakkelijke user interface, goede mobiele apps. En andere partijen doen dat ook in sommige gevallen. Maar wij doen het op onze manier. En dat betekent eigenlijk toch iets meer met een glimlach dan de andere partijen. Vraagje van Johan Schaap, ook gebruiker. Ik loop bij Moneybird toch nog wel eens één tegen boekhoudtermen of processen aan. Kan het niet zonder? Ik moet het een klein beetje beamen. Ik heb het gevoel dat jullie op een gegeven moment weer iets meer boekhouder zijn geworden. Even kijken, ben je de verbinding kwijt, Joost? Ik zie jullie me nog? Ja. Ja, wij zien je heel goed zelfs. Kraakhelder. Horen jullie horen me ook nu dan? Dus wel, ja, hè? Nu hoor ik je weer, ja. Ja? Ja, Oké, ik ben op een of andere manier vielen mijn AirPods uit. Ik weet niet waarom, maar ze zijn weg. Batterij was op. Nee, ik heb ze net geladen. Maakt niet uit, we zijn er weer. De vraag van Joost gaat. Mijn hele Bluetooth... Chip is uitgevallen. Maar goed, zo gaat het verder. Johan denkt dat het, door zijn vraag kwam. Ja, denk het ook. Nou, de vraag is van, loop je tegen boekhoudtermen aan? Ja, je loopt tegen termen aan. Dat is onvermijdelijk, op een zekere manier. We hebben eigenlijk twee eindgebruikers. En eentje daarvan is, zoals die ondernemer, maar in sommige gevallen heb je ook een boekhouder die bepaalde processen die kan helpen. En in dat geval kom je boekhoudtermen tegen, zoals memoriaal bijvoorbeeld. En iets waar je eigenlijk bijzondere boekingen in doet. Maar in dat geval proberen we die zoveel mogelijk te vermijden. Maar in sommige gevallen zul je ze nodig hebben. Hey, waar als je je bent begonnen zeg maar, om het te maken voor wat je zei, een beetje mensen zoals wij, ZZP'ers, kleine ondernemers... Je bent nu al ruim 10 jaar verder. Hoe is je publiek met jullie meegegroeid? Is het een ander publiek geworden of is het hetzelfde publiek wat gewoon veel groter is geworden? Want ik zag ergens staan dat jullie 100.000 mensen hebben die met jullie software werken. Of klopt dat, misschien klopt dat aantal ook niet meer, dat weet ik niet. Maar dat geeft wel aan de grootte van jullie bedrijf. Ja, het is substantieel. Wat we sowieso iets hebben, dat we de wind in de rug gehad hebben de afgelopen jaren. Want toen we begonnen waren er volgens mij zo'n rond de 600.000 zelfstandigen in Nederland. Ik heb begrepen dat richting de 900.000 al gegroeid is in die periode. Anderzijds zijn wij ook als product uitgebreider geworden door meer boekhoudkundige features. En is het kleine MKB, een bedrijf dat een 20, 30, 40 man, ook steeds meer onze klant aan het worden. Dus we zitten echt in het segment van 1 tot een mannetje of 10, 20, 30, 40 man. Een beetje afhankelijk van welke diensten een organisatie levert. Ja. Johan vraagt, hebben jullie internationale ambities? En in die jaar is zoiets moeilijk? Ja, het is moeilijk. We zijn wel actief in België. En we hebben ook best wel veel klanten in landen over Europa die aan zijn komen waaien. Praat je toch over enkele honderden. Maar we hebben in Nederland of in Europa best een lastig probleem. En dat is dat het met name de BTW en de taxwetgeving en de gebruiken rondom een administratie verschillend zijn. Bijvoorbeeld in Duitsland heb je in bepaalde staten dat je BTW verschuldigd bent aan de Belastingdienst over de betalingen die gedaan zijn. Niet over de facturen die ze hebben verzonden. En dat maakt dat die systemen best complex worden. En die regelgeving ook... gewoon echt verdomd complex is. Eigenlijk is er in Europa eigenlijk geen grote speler die alle landen dekt. En dat is best wel typisch. In de VS heb je Xero, die heel groot is. Maar om in Europa alle landen en alle regels te implementeren in de software, it's a hell of a job. Dus in jouw geval laat je, zeg maar, wie er aankomt waaien, komt aanwaaien, maar het is niet jullie ambitie. Op dit moment niet. Onze software is er wel aardig op geschreven dat als we wat zouden willen, dan zouden we dat wel kunnen. Maar onze focus heeft het op dit moment niet. Nee. En ik zie het ook op korte termijn niet veranderen. Maar ja, wie weet ooit.
Ja, en in Nederland is daar nog veel voor jullie te winnen, want ik begreep dat jullie een behoorlijk aantal gebruikers hebben. Hoeveel zijn dat er inmiddels en wat is je doel? Ja, er is altijd wat te winnen, maar ik hoef ook niet per se alleen maar te winnen. Om je een idee te geven, we zaten volgens mij vorig jaar op zo'n 27-28% groei. Dat vind ik vrij substantieel voor jaar 11. Ja. Daar kan ik echt heel erg blij om worden. Dus dat geeft ook wel aan dat we steeds nog markt aan het pakken zijn. Maar het gaat mij niet alleen om een big, big, big zijn. We hebben een team van 40 mensen waar we op een hele leuke manier software verbouwen. Waar we ontzettend fantastische klanten hebben. Waarin aanvullende dienstverlening voor dit klantenbestand ook nog een goede factor zou kunnen zijn. Maar we willen vooral lekker bezig zijn met de producten die we bouwen. En ook niet per se een organisatie hebben die naar 100 man te groeit. Omdat we helemaal uit de klauwen groeien. We willen het eigenlijk gewoon lekker beheersbaar op een goede manier houden. Daar maken we ook wel opinionated keuzes voor. En we proberen wel lekker door te groeien. Want die boog moet gespannen blijven. Want dat is ook gewoon spannend. Maar wij zien vooral van ja, als je nu naar de COVID-crisis kijkt, dan gebeurt zoiets. En moet je dan nu teleurgesteld zijn, omdat je dit jaar misschien niet alle groei haalt die je zou willen halen? Nee, dat soort dingen die gebeuren en ja, that's it. Ja, ik vond het wel mooi toen ik me voor zat te bereiden op dit gesprek. Toen kwam ik ook een artikel tegen waarin jij uitlegt wat je bedrijfsfilosofie is. En kijk, we hebben natuurlijk heel veel start-ups hier aan tafel gehad en nu dan online. En dat gaat altijd over je slot voor de ogen werken en 80 uur per week en dat soort dingen. En ik las een artikel, een interview met jou van eind december, geloof ik, vorig jaar, waarin je juist uitlegt van, ik ben heel erg voor de 9-tot-5 mentaliteit. Mensen moeten helemaal niet altijd werken. Jij was al heel vroeg van geen groepsapps, geen kantoortuinen, laat iedereen relaxed werken. Je vertelde net ook voor de uitzending dat jullie een heel mooi kantoor hebben, maar dat er eigenlijk bijna nooit iemand is. Dat moeten mensen lekker zelf weten. Hoe ben je wat dat betreft een beetje een vreemde eend in die technologie bijt, zeg maar? Want ik vind dat wel bijzonder. Ik vraag me soms wel af of andere mensen niet zo vreemd zijn. Nee, maar als je kijkt hè, naar die werkdag, hè, overigens ons kantoor wordt zeker wel bevolkt door mensen, er komen echt mensen, maar we verplichten mensen niet om op kantoor te werken. We vragen mensen op te werken op het beste ritme wat ze voor zichzelf kunnen maken. En ik merk bijvoorbeeld zelf dat als ik gewoon lekker door de week voor mijn kinderen er ben, dat ik lekker sport, dat ik ook lekker wandelen in het bos, hobby's uitvoeren, dat ik dan tot hele goede ideeën kom. En dan in die 32 uur dat ik werk, dat ik echt daar voldoende aan heb om met volle energie daaraan te gaan werken. En zo ga ik ook met mijn mensen om. Overwerk is echt iets wat we proberen uit te faseren. Natuurlijk komt het een keer voor dat we ergens tegenaan moeten knallen, dat er een nieuwe release is, dat de mailbox volstroomt, dat we denken, hey, even door. Maar dat is eigenlijk meer een uitzondering dat het een gewoonte is. En ik snap niet zo goed waarom mensen denken dat het een gewoonte moet zijn. Dat is mijn tegengeluid. Waarom is het een gewoonte om te moeten denken dat je 10 weken lang achter elkaar 60 uur in de week kunt volhouden? Ja, en daar komt dan nog bij. En dat ben ik wel ook wel geïnteresseerd hoe jij daarover denkt. Heel veel start-ups in die technologiehoek, waar jij dan natuurlijk ook in zit, die hebben talmeloos ambitieus en er moet veel investeringsgeld in en de wereld moet veroverd worden. Terwijl Erwin en ik zijn allebei ook weer eigenlijk best grote fans van familiebedrijven, waarbij een totaal andere redenering vaak klinkt. Hè? Daar zeggen ze vaak van, lange termijn, stabiliteit, goed voor het personeel zorgen. Eigenlijk heb ik het gevoel dat jij meer van de laatste categorie bent. Ik vind het mooi hoor, versta me niet verkeerd. Ik denk dat het aardig klopt, ja. Ik zou het niet familiebedrijven willen noemen, maar ik zou het voor de families van ons team bedrijf willen noemen. Uh-huh. Dus ik zie Moneybug niet als een familiebedrijf. Ik zie een bedrijf wat zo goed, waar mensen werken die een fijne work-life balance willen hebben, die een fijn leven willen hebben. En dat klinkt eigenlijk wel een beetje... Het gaat een beetje terug naar ons DNA. Moneybird heeft een businessplan. En toen
Dat businessplan bestaat uit 1 A4'tje. En dat heet Invoice Tool, want we hadden nog geen naam. En daar staat ook in dat we overal ter wereld aan Moneybird willen kunnen werken. En dat we het eigenlijk meer als een verlengstuk zien hoe we willen leven. Sommige mensen denken dat grote doel van ik moet 100 miljoen binnenhalen, dat heel veel brengt in je leven. Maar als je nu eens andersom denkt, dat je je bedrijf een soort van verlengstuk moet worden van een prettig leven, dan maak je hele andere keuzes. En ik kan me geen enkele keuze herinneren in de afgelopen 11 jaar die niet in het verlengde van dat gestaan heeft. Ja, ik pak nog even een vraag van Johan op Twitter. Jullie houden natuurlijk veel data ook bij wat je net vertelde, van wat je klanten allemaal doen, wat ze wel en wat ze niet doen op jullie platform. 2 vragen: kun je op basis van die data je klanten ook adviseren? Doe je dat of juist niet? En neem de volgende vraag gelijk even bij, Erwin. Zie je ook de impact van de COVID-pandemie in gebruik op je platform? Nou, we houden heel beperkt eigenlijk data bij in de zin van je hebt hierop geklikt, je hebt daarop geklikt, je hebt daarop geklikt en dit zijn paarden, dat soort dingen doen we niet. Natuurlijk sla je facturen op. Maar kun jij bijvoorbeeld, je houdt ook niet bijvoorbeeld geaggregeerd bij wat er gefactureerd is de afgelopen 2 maanden door ZZP'ers? Ja, dat kunnen we uit de database halen. Maar omdat het gewoon de data is die opgeslagen wordt door een ondernemer die zijn facturen verstuurt. Maar ja, dat zou ik namelijk wel heel interessant vinden. Ja. Als je, wat iedereen roept, hè, dat door die corona, dat het allemaal met name in de ZZP-hoek echt in elkaar gestort is. Dat zouden jullie moeten kunnen zien. Ja, dat klopt. We zijn daar ongeveer 1 maand geleden mee begonnen met een vraag aan de eindgebruikers om toestemming te geven om daar die data-analyse te mogen gaan doen. Daar heeft een groot deel van onze klanten ook toestemming voor gegeven. En daarmee hebben we bepaald inzicht. Daar zien we bijvoorbeeld in dat bepaalde sectoren harder getroffen worden met omzet dan andere sectoren. Zoals? Nou, je kunt wel voorstellen dat de horeca bijvoorbeeld wat minder doet. Ja. Ja. Maar eigenlijk komen we op dit moment zien we gewoon hetgene wat de media ook vertelt. Jullie zijn zeg maar ondersteunend materiaal daarvoor. Maar wat je zelf ziet, dat zien jullie ook. Ja, geen verrassende dingen. Maar ik vind het toch ook anders. Want de media die belt 20 ZZP'ers en die constateren dat het niet goed gaat. Jullie kunnen het echt aantonen. Ja, en misschien ook nog filteren per sector. Of zeggen van nou, we zien dat er, weet je, over maart, april nog behoorlijk wat gefactureerd is. Maar in mei gebeurt er tot nu toe echt helemaal niks. Weet je, jullie kunnen echt veel gedetailleerder dat natuurlijk doen. En we gaan ook zien wanneer bepaalde branches herstellen. We gaan daar zeker kijken of we daar interessante dingen mee kunnen doen. Maar ja, interessant hoor. Ja. Maar wel op een verantwoorde manier. Eigenlijk is mijn compagnon Edwin is daar de afgelopen weken eigenlijk best wel druk geweest. We gaan kijken de komende week of we daar echt wat mee kunnen gaan doen. Maar we moeten wel een zinnige boodschap te brengen hebben. En heel veel dingen die nu genoemd zijn in de media, die kunnen we bevestigen. Dat is so far. Maar realiseer je wel dat het eigenlijk nog maar kort dag is. Hè? Je praat over veel ZZP'ers die eigenlijk hun opdrachtjes van de afgelopen maanden nu aan het afronden zijn, een factuurtje nog wel versturen. Ik denk dat als er wat gebeurt, dat het de komende maanden nog wel zichtbaarder wordt. Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in. Het eilt er altijd een paar maanden achter. Ja, het eilt echt. Voor mij was de vraag van Johan ook. Kunnen jullie mensen adviseren op basis van de data, hè? Van de gebruikers. Wat natuurlijk veel financiële diensten, sommige die zijn daarvoor opgericht. Hè? Laat me je data zien en ik vertel je dat je misschien wel te weinig declareert, weet ik veel. Misschien ben je wel een ZZP'er en we zien vergelijkbare fotografen en die vragen veel meer. Zou je niet je rekeningen verhogen? Ik heb het gevoel dat zijn eerste vraag meer daarover ging. Kun je op basis van je data ook je klanten op een andere manier gaan helpen? Dat zou in de toekomst zou dat kunnen, maar ik vind wel dat je als boekhoudpakket de grenzen van wat verstandig is, dat die de hoogste prioriteit moeten hebben. Dus
ik zie daar wel dingen die daar zouden kunnen helpen, maar ook bijvoorbeeld cashflow voorspellingen. Hoe ziet de toekomst van je bedrijf eruit? Heb je wel genoeg offertes verstuurd om de komende over 3 maanden goed voor te staan? We zijn daar wel aan het ontdekken, maar wel met de GDPR erbij naast. Hey, jij bent de basis van jullie bedrijf is volgens mij dezelfde als aan het begin. Of in ieder geval 2 van jullie. Maar ja. Misschien wel meer. Maar zo'n hele filosofie. Hè? Kun je daar eens iets over vertellen? Hadden jullie die al aan het begin? Is die zo gegroeid? Hebben jullie elkaar, zijn jullie samen zeg maar volwassen geworden met op deze manier naar werken, naar bedrijven, naar samenwerken te kijken? Hoe is dat gegaan in die periode? Ja, dat is een hele leuke, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat verhaal, hoe ga je nog van het begin af naar van waar je nu bent? En ik kijk voor de gein wel eens filmpjes terug, weet je, van interviews of van destijds. Maar er zit echt heel veel overeenstemming in. En Edwin en ik hadden beide, voordat we Moneybeard begonnen, hadden we al wat klappen met de van de zweep gehad door onze eigen ondernemingen daarvoor. En daardoor wisten we eigenlijk wel heel veel wat we niet wouden. En ons idee was heel snel, we willen graag die recurring revenue, zodat je een rustige inkomstenstroom hebt. Maar of Moneybeard nou 3, 4, 5, 6, 8, 10, 40 man groot zou worden, daar stonden wij niet meer stil. Nee. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat als Moneybeard nu een mannetje of 10 was geweest, dat ik ook hier op deze stoel had gezeten. Maar dat heb je niet allemaal zelf in hand. Maar gaandeweg ga je wel heel veel keuzes maken hoe je bedrijf wil laten groeien. Wat doe je met HR? Wat doe je met bepaalde bezettingen in teams? En dat zijn altijd hele kleine stappen geweest. Moneybeard kenmerkt zich ook dat we niet echt ambitiedoelen hebben van hier willen we over 2 jaar of 3 jaar staan. Kijken echt heel erg iedere dag fris opnieuw van wat kunnen we de beste, wat is het beste wat we de komende 2, 3 weken kunnen doen. Is jullie bedrijf nog op, want ik keek op jullie op je site, op jullie blog. En ik zag ergens een gastbijdrage van Mark Vletter. Mark Vletter is van Voice uit Groningen, hebben ook bij ons te gast geweest een aantal keer. Heeft een hele eigen visie op hoe een zelfsturend bedrijf zou je kunnen zeggen en hoe je dat allemaal doet. Zit jullie bedrijf, behalve op de manier waarop je er tegenaan kijkt, van het moet goed zijn voor de familie, et cetera, zit jullie bedrijf traditioneel in elkaar? Met een chef, met mensen die het ondervallen, et cetera? Of hebben jullie een andere werkwijze gekozen? We hebben eigenlijk alle mensen die hier bij ons werken, die zeker in engineering teams, die hebben eigenlijk allemaal goede communicatieskills. We hebben geen managers in het team die dingen bepalen. We proberen dat mensen zelf managed zijn. En hun ideeën en opschrijven via Fabricator. Dat is ons projectmanagement tool. Goede dingen te verzinnen en na te dragen. Maar ook de manier hoe wij projecten kiezen, welke dingen we gaan doen. Dat is eigenlijk een gedecentraliseerd systeem. Dus iedereen kan zelf bij ons ideeën aandragen. En de ene keer zitten er van de 5 dingen die we doen, zit er 1 ding van mij bij en soms zit er niks bij. Dus we proberen eigenlijk de strategie juist echt te verdelen over het hele team. En dat zijn van die keuzes die eigenlijk proberen die ervoor zorgen dat ik eigenlijk niet altijd per se een cruciale rol heb. Natuurlijk heb je dat als founder wel, maar ik kan ook gerust een paar maanden weg zijn. Dus we proberen eigenlijk... Heb je dat eens gedaan? Heb je dat eens geprobeerd bij ons een paar maanden op het eiland gaan zitten? Edwin is 4 maanden weg geweest, 3 of 4 maanden weg geweest op reis. Ik ben zelf 4 maanden in Zweden geweest, waar mijn vrouw werkzaam was. Heb op afstand gewerkt. Ja, is het lastig voor jullie om aan mensen te komen? Of is het soort bedrijf wat jullie hebben ook met de cultuur die daarbij hoort, juist een plek waar mensen heel graag willen werken? Ik heb het idee als laatste. Het is niet zo dat Twente geen mensen zoekt. We hebben echt veel techbedrijven. TKW zit hier wel geteld 200 meter vandaan. Die ook veel mensen zoekt. Maar ook de Demcons, de Thalesen van deze wereld. Die grote engineering teams hebben. Dus we moeten daar ook echt ons best voor doen. Maar het lukt ons goed. En het lukt ook ons. Ik denk een van de belangrijkste dingen is dat je niet een vergiet bent. Waarin
waarin je 20-30% verloop per jaar hebt op je engineering team. En dat lukt ons naar behoren goed. Eigenlijk, zeker vorig jaar hadden we eigenlijk helemaal niet zo per se de planning om heel veel mensen toe te voegen. Maar er kwamen gewoon een paar mensen die zeggen van ja, ik wil hier graag wel werken. Ja, we hebben werk voor je, kom maar. En dat is eigenlijk wat je wil. Als je het hebt over de toekomst, hè, van boekhoudsoftware. Er zijn natuurlijk grote veranderingen de laatste tijd met de PSD2-wetgeving. Waarbij het eigenlijk mogelijk is dat je als dienstverlener zoals jullie veel dieper in de financiële huishouding van je klanten zou kunnen gaan zitten. En ze nieuwe diensten kunnen bieden. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat jullie eigenlijk best goed gepositioneerd zijn om dat te doen. Aangezien jullie klanten je al vertrouwen, want je hebt al boekhoudkoppelingen. Jullie krijgen de transacties van bankrekeningen al binnen. En zijn jullie hiermee bezig? Of blijf je eigenlijk bij wat je doet? Nou, het is een hele goede vraag. Maar de PSD2 heeft eigenlijk twee dingen in hoofdmodus die belangrijk voor ons zijn. Eentje is betalingen ophalen. Er komt een betaling binnen bij je bank. Je wordt ingeschoten bij het boekhoudpakket. En de andere is dat je vanuit een willekeurige bron een betaling kunt initiëren. Dus eigenlijk komt die betaling dan. Je drukt er bij Moneybird op een knopje. Ik wil deze factuur betalen. En ik ga naar de verzendlijst bij de bank om hem echt te verzenden. En beide dingen zijn bij veel bankboekhoudkoppelingen al mogelijk. En de Nederlandse Bank heeft onlangs ook een uitspraak gedaan dat voor de wijze waarop wij boekhoudkoppelingen gebruiken, we geen PSD2-vergunning nodig hebben. Dus op dit moment hebben wij voor de diensten die Moneybird levert en die eigenlijk hetgeen doen wat wij zoeken, geen PSD2-vergunning nodig. Nee, maar dat was niet helemaal mijn vraag. Mijn vraag was dat je misschien juist die vergunning wel zou moeten willen hebben, zodat je veel diepere dienstverlening kunt gaan leveren voor je klanten. Ja, nou is het eigenlijk zo dat de boekhoudkoppelingen nog meer data vaak bevatten dan de data die in de PSD2-dienstverlening zit. Dus je PSD2 levert ons niet per se heel veel mee op. Want eigenlijk je wil zeggen, jij weet, je zou nu ook al uit je koppelingen kunnen halen dat hoeveel geld ik uitgeef aan benzine of boodschappen of weet ik wat. Ja, dat zit niet in de PSD2. Er komen al je transacties binnen. Eigenlijk de lijst die je bij je bank ziet, die krijgen wij ook. Die hebben we al. Dus eigenlijk heeft de PSD2... Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Dat daar dus enorm veel overlap zit. En dat je voor het een best wel een strenge vergunning nodig hebt. En in de boekhoudkoppeling in feite ongeveer hetzelfde zit. Ja, die boekhoudkoppelingen kan volgens mij zelf nog iets uitgebreider zijn. Een van de dingen die een PSD2-koppeling bijvoorbeeld met zich meebrengt, is dat je iedere 9 dagen opnieuw moet koppelen. Heb je een boekhoudkoppeling met de bank, dan is dat niet het geval. Ja. Johan Schaap die zegt, dat vind ik ook mooi, waar is die zo hier? Ik vind het wel mooi dat Johan zegt ook goede vraag, Stekel. Dankjewel. Dat is ook fijn, dat vind ik altijd wel fijn. Dus, als we daar een beetje complimentjes van de kijker binnenkrijgen. Maar hij zegt, zou het ook niet kunnen dat boekhouden min of meer vanzelf gaat? Dat het helemaal naar de achtergrond verdwijnt en BTW, et cetera, automatisch gaan. Omdat, zegt hij, veel toch al rule-based is. Hoe kijk jij daar tegenaan, naar die toekomst? Helemaal waar dat het steeds meer automatisch gaat. Wij hebben bijvoorbeeld ook een rule-based engine in onze banktransactiekoppeling. Dus je kunt zeggen van, als er een betaling naar mijn privérekening gaat, dan is het automatisch, wordt het op deze categorie geboekt. Maar er zijn altijd denk ik wel dingetjes die handmatig gedaan moeten worden. En dan moet je denken aan nieuwe regels rondom bepaalde aftrekposten die een adviseur zou kunnen doen. Ik denk eigenlijk dat we naar een spectrum zijn gegaan waarin we van die 100% aan taken, dat er nu zo'n beetje 80% geautomatiseerd is en dat er nog wel iets meer uit te halen is. Maar dat er altijd nog wel 5% overblijft waarin je toch je menselijk brein voor nodig hebt om dingen te blijven doen. Maar dan gaat het denk ik, Joost, veel meer over de soms best complexe regelgeving waar het gaat over aftrekposten, corrigeren van dingen, wetgeving die doorlopend verandert. Terwijl
Wat er natuurlijk gebeurd is, is dat bedrijven zoals jullie, software zoals jullie die maken, eigenlijk de kantoren, de dames die de bonnen inscanden en inboekten, overbodig heeft gemaakt, toch? Dat is wat het in feite is. In zekere zin wel, ja. En zeker met dingetjes als UBL-facturen en XML-bestand, ja, dan upload je hem en dan doen wij een suggestie voor een categorie die erbij hoort en is het opslaan, is het weg. En dat zie je, dat soort nieuwe technologieën die je steeds meer, meer snelheid maken. Al gaat het mij nog wel iets te langzaam. Ik zou af en toe denken van, ja, waarom hebben we eigenlijk nog een papieren factuur, dat ding zou gewoon verboden moeten worden. Dat mensen het wel nog doen. Ja, we leven niet in 1984. Dat soort ambities om te zeggen van, ik ga zelfs van die PDF-factuur af en ik ga alleen maar op XML-bestandjes over, zodat dat zo'n ontvangende systeem dat ding gewoon kan altijd interpreteren. Ja, dat zou ontzettend helpen. Maar zolang dat soort, zolang mensen nog bonnetjes kennen die uit een Epson-printetje komen, waar toevallig de eigenaar de inktcartridge niet heeft bijgevuld, dan die ga je inscannen, dan zul je handmatige dingen blijven moeten doen. Ja. Hey, we vragen normaal gesproken aan mensen van waar wil je over een jaar, waar wil je over 2 jaar zijn. Dat ga ik aan jou niet vragen, want je hebt te veel laten horen van hoe jullie beetje bij beetje werken. Maar jou is de laatste vraag, die is ook van Johan Schaap. Die is, na 11 jaar boekhoudsoftware, wil je niet iets wat anders? Ja. Nee, de komende jaren niet. Ik weet niet tot hoe lang ik doorga. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. En ik voel eigenlijk dat ik nu met het team wat we nu hebben, eigenlijk op een moment sta waar ik ontzettend veel, ja, een soort van bloei en kracht van mijn leven ben, waar we onwijs gaaf dingen kunnen bouwen. En ik heb eigenlijk bepaalde ideeën die komende jaren heel graag zou willen uitproberen. Maar ik kan er alleen niet wat over gaan vertellen, want dat is mij, dat zijn te specifieke dingen. Maar ik heb heel veel leuke ideeën in mijn hoofd om de komende jaren nog echt een hele mooie stap te maken. En ik ben bang dat na die ideeën er nog weer ideeën zijn. En dat is eigenlijk waar Moneybird ontstaan is. We heette vroeger ook Blue Tools. En dat betekende, dat was afgeleid van de blauwe balk. We wouden 3 of 4 tools gaan bouwen. En Moneybird is de eerste, die is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. En iedere keer evolueren we weer in iets nieuws en iets nieuws. En zolang ik die frisse ideeën heb om, ja, iedere dag met plezier naar mijn werk te gaan, dan zie ik eigenlijk van, waarom zou ik het doen? En ik denk gewoon dat je als ondernemer aan je beste ideeën moet gaan werken. En dat is Moneybird voor mij. Moneybird is op dit moment mijn allerbeste idee wat ik heb. En als ik iets anders heb, dan zou ik erover gaan nadenken. Maar ik ben daar niet mee bezig. Heel mooi, man. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Heel erg bedankt, Joost. Ik blijf natuurlijk een gelukkige Moneybird gebruiker. We bedanken zoals altijd, bijna altijd, een aantal partijen. We zitten normaal gesproken altijd bij Freedom Lab op de dinsdagavond. We hopen natuurlijk dat ook snel weer kan gebeuren. We streamen normaal gesproken altijd van Jetstream. We hebben ook eventjes tijdelijk een andere route voor gevonden. Maar bedankt voor de support zoals altijd. PQR zorgt voor de hosting van onze website. En we hebben Bier & Co. van de biertjes. Die gaan we ook binnenkort weer drinken. Maar we blijven ze bedanken. Want het zijn de partijen waar we veel aan gehad hebben de afgelopen jaren. En van wie we houden. Dus iedere dinsdagavond zijn we er. En als je niet live meekijkt, dan weet je dat je al onze uitzending ook on-demand via YouTube of fastmovingtargets.nl kunt bekijken. Dag.